Ik ben Bo en super leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat superveel is aangevraagd en het is niet specifiek aangevraagd via YouTube, maar vooral via Muskly. Ik maak op mijn Muskly account namelijk heel vaak slow motion video's en dat doe ik wat anders dan de meeste mensen, want ik gebruik hier speciale effects voor. Je kan het op twee manieren doen en ik ga jullie dan vandaag ook de twee manieren uitleggen. Vind je het leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal en laten we snel gaan beginnen. Let's get started! Nu kunnen jullie het niet zien, maar de plek waar ik nu sta is best wel krap. Dus we gaan even naar een grote witte muur toe waar ik best wel vaak Musklys maak, omdat het gewoon wat handiger. Vergeet me trouwens niet te volgen op Muskly. Mijn Muskly zou er nu in beeld staan, anders staat hij ook in de beschrijving. Dan kan je alles naar Motion en andere Musklys checken. Zoals jullie zien sta ik hier voor de grote witte muur. En de mensen die mij volgen op Muskly kennen hoogwaarschijnlijk deze achtergrond wel. Want ik maak hier heel erg vaak Musklys voor. Want ik vind de neutrale achtergrond op mijn Musklys altijd heel erg mooi. Ik ga jullie vandaag dus twee manieren laten zien om een goede en een mooie slow motion Musklys te maken. De eerste manier die ik jullie ga laten zien zal een stuk makkelijker zijn. Want dit is meer een hack die je wat door moet hebben op Musklys. En de tweede manier is wat moeilijker, want hiervoor moet je ook andere apps gebruiken dan Musklys. Maar ook dit ga ik jullie uitleggen en aan het einde van de video zal je het allemaal begrijpen. Ik ga dit dus als eerste slowmo hack nummer 1 laten zien. En voor slowmo hack nummer 1 heb je alleen maar de app Musklys nodig. Het is eigenlijk een soort van trucje die je even moet weten en even ermee moet oefenen. En als je hem eenmaal snapt, kan je super mooie slowmo Musklys maken. Jullie kunnen vanaf nu weer aan de zijkant meekijken op mijn telefoon. En we gaan als eerst gewoon Musklys openen. Het is natuurlijk belangrijk dat je een goede slow-mo sound hebt en ik heb er net eentje gemaakt. En ik denk dat we deze gewoon gaan gebruiken. Het is een hele leuke sound. Oh my god, I'm on the move! Oké, ik heb er dus voor gekozen om deze slow-mo sound te gebruiken. We gaan dus nu de Musklys opnemen. Je doet het altijd gewoon op dezelfde manier als altijd. Je klikt op video posten en dan kom je op je cameraatje terecht. Nu kan je kiezen uit leaps of laps of hoe je het ook maar uitspreekt. Snel, normaal, traag en giga. En wij gaan beginnen op snel. En wat ik nu ga doen is heel erg essentieel en belangrijk. Daarom draai ik even om, zodat ik het dan denk ik jullie beter kan laten zien. Je hebt je telefoon en je drukt je duim heel erg strak op snel. Dan hou je je duim zo strak mogelijk ingedrukt en die druk je echt tegen het scherm aan. Dan laat je hem er traag aan, maar het knopje van snel moet wit blijven. En die van traag die blijft gewoon doorzichtig. Maar je houdt het zo ingedrukt. Dan klik je zo meteen op de 5 seconden timer. En wanneer dan de slow-mo begint, dus oh my god, I'm on the moon, en dan slow-mo, dan laat je hem dus los. En dan gaat het goed het knopje automatisch over van snel naar traag. En dan zonder het beeld stop te zetten, gaat hij van snel naar traag. Ik ga nu de timer aanklikken en dan gaan we het gewoon proberen. Oh my god, I'm on the moon! Gelukt en is hij zonder dat ik het beeld stopgezet heb overgegaan naar traag. Ik hoop dat jullie het nu een beetje doorhebben, maar het belangrijkste is dus gewoon dat je je duim als eerst heel erg strak ingedrukt houdt op snel en je houdt hem eigenlijk tegen het scherm aangedrukt, niet loslaten, want dan selecteert hij dus een ander. Je moet hem heel strak ingedrukt houden op het scherm, dan veeg je hem naar traag, hou je hem zo strak mogelijk ingedrukt en niet loslaten. Dan klik je op de 5 seconden timer en begin je met filmen. En wanneer die dan over moet gaan op traag, laat je dus je duim los. Jullie hebben het hiernaast net nog even kunnen zien, zodat jullie het hopelijk wat beter snappen. Ik ga jullie nu slow-mo hack nummer 2 laten zien. En hoe je dit moet doen, dat is wel wat ingewikkelder dan de vorige slow-mo hack. Als eerst heb je hier twee dingen voor nodig en het is niet verplicht. Maar dit zijn alleen twee tips om je Musklys makkelijker te kunnen opnemen en gewoon om je even te helpen. Als eerst heb ik hier even mijn Musklys statief gepakt en dit is niet iets wat verplicht is. Maar ik vind het zelf gewoon een stuk handiger, want hier kan ik mijn telefoon in zetten. En hoef ik niet te struggelen dat ik hem tegen een kastje aan moet zetten op tafel, ergens tegenaan en zo. Dus heb ik gewoon minder risico dat mijn telefoon kapot gaat. Als eerst gebruik ik dus een statief. Dit is niet verplicht, want je kan hem zelf wel gewoon tegen een tafel of een kastje aanzetten als je dat fijner vindt. Het tweede wat ik bij deze slow-mo Musklys had gebruikt is een extra telefoon. Dit kan ook een extra iPad of een tablet zijn. Het moet in ieder geval iets zijn waarop jij Musklys kan afspelen. Maar voor ik deze ga gebruiken, wordt jullie zometeen een stuk duidelijker. Maar het gaat er in ieder geval om dat ik dan het liedje beter kan playbacken. Omdat ik er andersom nog wel naast kan zitten en dat vind ik gewoon wat moeilijker. Dus ik gebruik daarom een extra telefoon ervoor. Voordat we gaan beginnen ga ik als eerst weer een liedje opzoeken die ik wil gaan gebruiken voor de slow motion Musklys. Daar heb ik voor gekozen om dezelfde sound als zo net te doen. En dat is dus deze. Voordat we echt kunnen gaan beginnen moet ik natuurlijk weer als eerste een slow-mo sound uitkiezen. En om het voor jullie wat gemakkelijker te maken ga ik ook een slow-mo sound uitkiezen die ik net ook heb gebruikt. Namelijk deze. Oh my god, I'm on the moon.
Oké, ik ga dus deze sound weer gebruiken. En wat ik nu ga doen met mijn extra telefoon, is ik ga deze sound even opzoeken op deze telefoon, zodat ik hem erbij heb, omdat het straks een stuk makkelijker is. Oké, ik heb hier de extra telefoon en ik heb ook hier de sound gevonden. Nu heb ik hier op de extra sound O staan, dus deze telefoon kunnen we even wegleggen. Die hebben we namelijk straks pas weer nodig. Wat ik nu ga doen is het allerbelangrijkste en dit is eigenlijk het trucje van deze hele slow-mo musicly. Ook heb je hiervoor helaas een iPhone nodig. Het kan nog niet op Samsung. Het zou kunnen dat het binnen een paar maanden of een paar jaar wel kan. Het kan in ieder geval nu nog niet. Maar je gaat naar camera toe en dan swipe je hem naar slow motion. Dan zet ik mijn telefoon in mijn statief. En helaas kan je met slow-mo niet op selfie-stand filmen, dus ik moet mijn telefoon omdraaien. Of in ieder geval het statief moet ik omdraaien, zodat mijn telefoon dus ook omgedraaid is. Zo dus, hallo. Oké, we zijn dus nu bijna klaar om op te nemen. Ik heb mijn telefoon op het statief gezet en hij staat op de slow motion stand. Nu ga ik hier zo meteen staan en ik pak nu de extra telefoon erbij. Want jullie raden het waarschijnlijk al, ik ga dus deze Musicly niet opnemen via Musicly zelf. Maar die neem ik op via camera, via je iPhone. Ik ga zo meteen de Musicly opnemen en dan gaat hij dus niet automatisch in slow motion. Maar dat moet je een beetje zelf acteren als het ware. Dus ik zing zo meteen, oh my god, I'm on the moon. En dan daarna moet ik zelf mijn slow-mo zeg maar acteren. Dus de muziek blijft gewoon snel gaan. Maar dat editen we later allemaal en dan wordt het dus een goede Musicly. Ik kan het nu nog wel verder met woorden uitleggen. Maar het is denk ik gewoon belangrijker dat ik het jullie even laat zien. Zodat je er een beeld van krijgt en het hopelijk snapt. Ik heb hier de extra telefoon en hier ga ik zo meteen het liedje opzetten die ik ga playbacken. Ik kan de muziek dus niet uit deze laten komen, want hier film ik via camera. Dus daarom laat ik het uit deze komen, want ik kan natuurlijk ook wel zonder muziek zeggen, oh my god, I'm on the moon. Maar de kans dat ik dan dadelijk niet gelijk ga met de muziek is best wel groot en dat is natuurlijk heel gezonde. Dus ik zet deze gewoon aan en die laat ik lopen. Ik zet deze ook aan en dan wacht ik op het goede moment en dan begin ik met filmen. Ik heb dus net de Musicly opgenomen. Wat ik nu ga doen is, ik ga naar mijn fotoalbum en daar ga ik de Musicly bekijken. Het is nu een heel lang bestand en hij is als het goed is helemaal in slow motion. Dan ga je naar wijzigen en het staat rechtsboven in je scherm. En als eerst ga je bepalen tot waar hij snel moet gaan en wanneer hij slow-mo moet gaan. Dus ik ga dan meestal gewoon het filmpje laten afspelen en dan kijk ik tot wanneer hij in normale stand moet. Dat is namelijk tot hier. Wachten, dan ga hij nog verder als het goed is. Nog verder. Tot hier denk ik. Zo, tot hier moet hij. En dan ga ik hem nu knippen. En knippen kan heel gemakkelijk onderin. Dat zien jullie nu ook. Dan wordt het balkje geel. En dan knip ik hem tot hij op het goede moment is. En dat kan je meestal zien aan je gezicht wanneer je begint. Kijken. Ja, hier begin ik zie ik. En het einde moet ik nog even bepalen. Maar dat doe ik meestal gewoon ongeveer hier. Dan doe ik kort origineel in. Oké, ik heb hem dus nu op de goede wijze geknipt. En wat ik nu ga doen is, ik ga naar Musicly toe en ik ga deze sound opslaan. En hoe je dit kan opslaan is heel gemakkelijk. Je gaat namelijk gewoon naar de Musicly toe en heb je de sound nog niet opgenomen, dan moet je hem gewoon even snel opnemen. En dan sla je deze Musicly op, dus ik sla deze gewoon op. Ga ik hem dus nu even exporteren. Oké, ik heb dus nu de Musicly opgeslagen in mijn camerarol. Maar nu moeten we het geluid van de Musicly die ik net opgeslagen heb, plak er onder de Musicly die ik net opgenomen heb. En dit ga ik doen door iMovie. Dit is een gratis app op Apple en deze kan je daarvoor heel makkelijk gebruiken. Oké, dan kom ik hier dus aan op iMovie en dan klik je op het plusje. Dan klik je op film en dan moet je als het goed is het filmpje selecteren die je wil gebruiken. Dan klik ik de slow motion Musicly aan die we net hebben opgenomen. Klik ik onderaan op maak film. Dan staat hier de sound. En als eerst ga ik het geluid van dit filmpje eronder weghalen, want het is best raar als je mij hoort zingen, oh my god, I'm on the moon. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus je klikt erop en dan zie je daar onderin een microfoontje staan of een geluidsdingetje, jullie snappen wat ik bedoel. En dan klik je daar gewoon op. Je kan hem ook zo met het balkje nog verstellen, maar je kan er net goed op klikken, dan is direct het hele geluid weg. En dan gaan we nu even checken, want waarschijnlijk hoor je nu niks meer. Ja, dit is goed. Nu hoor je namelijk niks meer. Dan klik je op het plusje die net onder het balkje staat. En dan klik je op video. We gaan namelijk nu de sound selecteren. Dan klik ik op onlangs toegevoegd. En dan staat hier het liedje. Nog even luisteren of het is. En dan kan je zien, dan heb je een plusje. Dan heb je een vinkje, zeg maar, dat je hem zo kan afspelen. En dan heb je drie bolletjes. En dan klik je op de drie bolletjes. En dan klik je op dat audio dingetje. Dus al die streepjes zo met dat plusje erachter. Want dan krijg je alleen de audio en niet het hele filmpje. Want wij hebben alleen de audio nodig.
Nu zie je als het goed is een blauw balkje onder je filmpje en zet het in dat er dus audio onder het filmpje staat. Wat betekent dus dat goede muziek eronder staat. Ik ga hem nu even afspelen door op het driehoekje te klikken. En dan ga ik even checken of het goed loopt. Oké, hij loopt nu goed. Maar zoals je al ziet, de band, dus het stukje muziek, is eigenlijk te kort voor mijn filmpje. En zoals je dus nu ziet, heb ik eigenlijk te weinig muziek voor het filmpje wat ik heb gemaakt. Oftewel, mijn filmpje is dus te lang. En hoe je dat kan doen, is je klikt nu op het filmpje, want ik ga hem namelijk knippen. Dan klik je op het schaartje onderin. En dan ga je je video gewoon, ja, soort van vegen. Totdat hij net zo lang is als het blauwe balkje. En dat heb ik nu ook gedaan. En dan is nu mijn hele video klaar. Ik kan hem nog even kijken voor de zekerheid. Dan is hij dus nu helemaal goed geknipt en is onze hele slow motion muziekje klaar. Dan klik ik op gereed, linksboven in mijn scherm. En klik ik op het middelste icoontje onderin. En dit is dus een soort van vierkantje met een pijltje erin. Dit betekent opslaan. Dan klik ik daarop en klik ik op bewaar video. Dan klik ik op HD, 720p. Dit is de grootste kwaliteit en dan krijg je dus ook het mooiste filmpje. Mijn film is nu geëxporteerd. Dan ga ik nu naar Musical.ly toe. Dan klik ik op het plusje. Dan klik ik op uit de bibliotheek. En dan klik ik mijn video aan. En dan kan ik er nu tekst bij zetten of een filter. Daar kies ik nu niet voor. Ik kan er nu gewoon nog tekst bij zetten. Zet ik bijvoorbeeld, oh my god, I'm on the moon. En dan doe ik bericht. Zoals je ziet is nu de Musical.ly geüpload op Musical.ly. Dit was alweer Slow Mo Hack nummer 2. En zoals ik jullie al had verteld, is hij wel wat moeilijker dan Slow Mo Hack nummer 1. Ik hoop alsnog dat je het begrijpt. En sorry voor de mensen die Samsung hebben, maar dit kan helaas dus nog niet op Samsung. Het kan alleen nog op Apple. Ik vond het een hele leuke video om op te nemen. En mocht je nog vragen hebben of mocht je het niet helemaal begrijpen, dan mag je me altijd een Instagram direct sturen via mijn Instagram. Mijn Instagram is bopotman. Mocht je andere vragen hebben, dan mag je ze ook hieronder in de reacties achterlaten. Maar dit was dus alweer de video. Dan zit er weer de video en vond je me leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog en vergeet hieronder niet te abonneren. Wil je nooit meer mijn Musical.ly's missen? Vergeet me dan zeker weten niet te volgen op Musical.ly. Mijn Musical.ly zal nu in beeld staan, anders staat hij in de beschrijving. Ik ben heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!